Het gebruiken van de wind en zon als energiebron is vanzelfsprekend. Thermische energie uit water nog niet. En dat terwijl onze aarde voor 70% uit water bestaat. We gebruiken water onder andere om te drinken, te douchen, onze tanden te poetsen en houden ervan om een frisse duik te nemen. Maar water kan ook gebruikt worden om thermische energie uit te winnen. We hebben in Nederland veel oppervlaktewater tot onze beschikking en leven in een klimaat waar zowel behoefte is aan warmte als koude. Onderzoek door de Unie van Waterschappen toont aan dat we met behulp van oppervlaktewater in 12% van de landelijke warmtevraag kunnen voorzien en zelfs in 54% van de koude vraag. De techniek om thermische energie uit oppervlaktewater te winnen is dus erg interessant. Maar wat houdt energie uit oppervlaktewater, oftewel EOW, nu in? EOW-installaties onttrekken warmte en koude aan oppervlaktewater. De aanwezige temperatuurverschillen worden daarbij omgezet in bruikbare energie, bijvoorbeeld via een warmtepompinstallatie. De EOW-installaties zijn relatief eenvoudig en bestaan onder andere uit pompen, filters, warmtewisselaars en regeltechniek. Om nog meer energie te besparen, kan de combinatie van een EOW-systeem met een bodemenergiesysteem interessant zijn. Naast het opwekken van energie kan een EOW-systeem ook de waterkwaliteit verbeteren. Door de watertemperatuur te verlagen in de zomer, koelt het oppervlaktewater af. Dit remt de groei van bacteriën en kan bijvoorbeeld blauwalg en botulisme voorkomen. Energie uit oppervlaktewater kan daarom naast zon- en windenergie een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Heeft u ook een specifieke duurzaamheidswens? Xylem biedt een turnkey oplossing die EOW toegankelijker maakt voor installateurs, boorbedrijven, exploitanten en eindgebruikers. De oplossing is zowel in de industrie en grotere utiliteit als in kleinere gebouwen toepasbaar. Meer weten over de mogelijkheden van deze techniek? Neem contact met ons op of bezoek onze website xylem.nl.